echt zo stom, maar dat is echt een van mijn favoriete momenten met haar. Dan zijn we samen bezig en... Nou, we zijn precies op tijd, want... Gaan we hem dadelijk vertellen hoe je hem vond? Ja. Oké. Okay. Goedemorgen, het is woensdagochtend en dan krijg ik de camera niet goed. Goedemorgen, Sarah is de schoentjes aan het doen. Ben je? Ja, ik ben de tas aan het inpakken. Ja, moet je hem wel voorzichtig uithalen, want het is maar een klein tasje. Zo, ga ik ook even mijn tas pakken en dan gaan we richting school. Ja. Je hebt een korte dag vandaag. Boodschapjes zijn gedaan. Ik krijg de camera niet beter, want ik film altijd vanuit mijn fietsmand. En ze zijn begonnen met het asfalteren van de weg. En het is sommige stukken al echt heel veel beter, hier ietsjes beter. En ze gaan vanavond weer verder. Daar ben ik zo blij om. Gewoon weer normaal kunnen fietsen. Dat is een verademing. En ik ben heel gezellig samen met Chantal boodschap gedaan. Die moest ook. En ja, ik weet niet, maakboodschappen doen veel leuker. Niet dat ik er een hekel aan heb, heb ik nooit gehad. Soms geen zin om de deur uit te gaan, maar boodschappen zelf heb ik geen hekel aan. Maar zo is het gewoon veel leuker. Dus. Arnhemland. Nou, bijna thuis. Oh, en ik heb nog niks gegeten en gedronken, want daar heb ik geen tijd voor. Ik heb zo'n honger. Eindelijk tijd voor eten, echt. Ik heb het thee gezet terwijl ik de boodschap aan het opruimen was. Dus ik begin even met een banaantje. Dat is altijd deel 1 bij mij. Voedsel. Ik had trouwens vanochtend wat leuks. Ik heb mijn schoenen aangedaan. En ik denk, wat lopen ze raar. Laat hij opeens helemaal los. En dit ook. Echt allebei tegelijk. Dus deze moeten naar school maken, maar ik baal, want dit zijn echt een van mijn meest favoriete hakken. Echt, ja, iedereen denkt dat met zo'n hak, hoe kan dat? Maar deze lopen zo verschrikkelijk lekker. Ik hou van deze schoenen. Dus, dan moet ik naar school maken, maar ik moet echt even kijken wanneer dat gaat lukken. Want ik heb een beetje te veel te doen. Oh, en ik bedenk me gelijk dat ik iets aan Mark moet vragen. Die zou iets meenemen en dat vergeet hij elke keer. En, terwijl die daar heel vaak komt. Dus ik ga hem gewoon net zo lang stalken tot hij eraan denkt. Want hij komt 10 keer per week in de winkel, denk ik. En dan vergeet het alsnog. Zo, nu flink wat gedaan. En nu snel naar school. Marco zou die dingen halen. Maar die was het vanochtend weer vergeten. Dus net even gebeld. Ik ga dus nu met Sarah naar de bouwmarkt. Als ik het heb opgehaald. Want anders wordt het echt een 20-jarenplan. En ik wil gewoon over anderhalf week uit de rommel zijn. Dan moet gewoon de hele woonkamer leeg zijn. En het liefst de zolder ver genoeg opgeruimd. Dat ik daar op haar verjaardag kindjes kan hebben spelen. Want dan heb je dat niet allemaal in de woonkamer. Dat is niet zo prettig namelijk. Zeker als die ze groter worden, heel veel ruimte innemen. Toen ze klein waren, zaten ze op zo'n klein stukje. En dan ging dat wel, maar... Dus ja, ik moet daar echt nog even flink aan trekken. En dan heb ik echt die haakjes nodig. Dus dat gaan we zo doen. En verder zou ik even een gezellig middagje met Sarah samen hebben. Want we zijn zo druk elke keer met alles. Dat we eigenlijk weinig quality time hebben. Dus ik vind het wel even belangrijk om dat ook in te plannen. En wat Sarah en ik vaak doen, dan doen we bijvoorbeeld gezellig samen een filmpje kijken en wat lekkers eten. En dan doen we, zetten we een wekker en dan gaan we bijvoorbeeld samen even wat in huis doen. En dat is echt heel gezellig, want gisteren ook, dan bracht ik in naar bed. En zij was aan het douchen en haar aan het wassen en ik was aan het strijken en zo. En toen had ik de vouw allemaal meegenomen en dat had ik op bed liggen.
En dan gaan we samen sokken uitzoeken en dingen vouwen. En echt zo stom, maar dat is echt een van mijn favoriete momenten met haar. Dan zijn we samen bezig en dan kletsen we echt heel veel. En dan is het zo gezellig en ja, heel stom. Echt, samen de was opvouwen is gewoon echt een van mijn favoriete momentjes met haar. Dat is zo leuk altijd. Dat, ja, ik vind dat echt een feestje. Terwijl mijn eentje vindt er echt niks aan. Maar ik weet niet. Stom hè, hoe zulke rare, simpele dingen dan echt favoriete momentjes kunnen zijn. Sarah heeft ze tegenwoordig helemaal ontdekt. Die laat zich het liefst gewoon rondrijden. Zijn je benen te moe? Ik heb gewoon geen zin om te lopen. Oh. Dat is wel makkelijk als het kan. Zullen we het volgende keer omdraaien? Ga je mij duwen? Nee. Nee? Sarah en ik zijn gelijk inspiratie aan het opdoen van als we de woonkamer anders willen. Deze tafel, we zijn echt geobsedeerd ermee. Hij is echt zo tof gemaakt. Hij is echt dus van helemaal boomstammetjes. En ik heb een krokodil gezien. Ja, oh, die is gaaf zeg. Een krokodil van een boomstam gemaakt. Die is heel cool. Ik vind hem echt heel cool. Maar echt, deze is zo perfect gedaan. Hij is ook echt perfect vierkant. En mama, we zijn echt obsessed. Ja, dat is een hele mooie stoel ook, hè? Ja, zo zwart en jij komt zwart in je huis. Ja, maar de bank wil ik dan weer niet zwart. Denk ik. Het zijn wel heel mooie, mooie dingen. Hè? Zo'n eettafel vind ik dan weer te klein. Ik wil een hele grote eettafel. Ja, dat is denk ik meer zo'n maatje als wat ik wil. Maar ik weet niet, er staat geen... Nou, wat voor maat is dit? Dit is 2,40. Oh, dat is wel qua lengte wat ik wil. Ik wil wel echt een hele grote eettafel. Hoeveel kost die? 6? Hij is nu €695. We zijn weer thuis. En ik heb spuitverf gehad. Die wilde ik halen. Nou, je hebt twee lampen. Ja, en we hebben deze lampjes gekocht. Ik zal het wel eens uitproberen. Die deur even dicht doen. Alsjeblieft. En we gaan eten. Ja, we gaan zo wat eten. Ik ga zo kijken. Even wachten. Ik ga even één lampje vast uitpakken. Ik vond ze zo schattig. En het zijn wel de kleuren waar we al wat dingen voor gekocht hebben. Van die kleine lampjes. Ik wil die andere dingen natuurlijk allemaal eruit. Die ben ik zo even wachten, mop, want dan gaat hij op hun tenen. Dat zou ik niet... Ja, even wachten, ja. Alsjeblieft. Oké, okay, dan moet dit even zo door. Dat is de stekker. Jo, echt? Had ik niet geweten. Ik haal die grapjes van jou. Ik dit moet daar even recht zetten. Zo. Dit moet er dan... Deze moet je er nog in. Die moet dan... Ja, zo in dan. Nee, ik moet deze erin draaien. Maar... Nee. Het snoer trekt hem. Ja, kan je heel voorzichtig het folie eraf halen? Het is hier al kapot, dus ik ga het gaan opstellen. Zo. Oh, ik denk hij moet er onderdoor, maar hij moet er door het gat. En dan... Ik ga hem nu niet vastzetten, dan doe ik dat met een lampje. Gaat deze er zo bovenop. Ik vind ze echt cute. En van binnen is die ook roze goud. Dus ik heb er twee gehaald. En wij gaan film kijken. Wat wil je dat ik eerst de lampjes doe en dan film? Of misschien kan jij de film gaan klaarzetten en dat ik dan even de lampjes uitpak. Is dat een goed idee? Ja. Oké, doen we het zo. Nou, pech. Ik dacht, ik heb allemaal lampjes op voorraad. En dat heb ik ook. Maar deze, dit is de kleinste die ik heb. Die is net een slag te groot nog. Dus ik maak even een foto van het doosje. En dan doe ik dat overmorgen bij de zwemles. En dan wil ik toch naar de winkel. Dus dan haal ik hem een maat kleiner. Dat vind ik zo jammer. Ik wil hem aanzetten. Ja, of we zouden zo weer naar de winkel moeten. Maar dat wil jij niet, hè? Want ik doe het morgenochtend. Maar misschien wil ik het tafel morgen doen. Ja, maar dan heb jij overblijf. Dus misschien is dat ook wel weer handig. Maar goed, ik ga de tweede. Je hebt de film klaargezet, hè? Ja. Oké, okay, dan pak deze even uit. Dan ruim ik het even op. En dan gaan we de film kijken. Nou, we zijn precies op tijd. Want het ging net echt zo hard regenen. En nu gaan wij film kijken. Weet je nog hoe de film heet? Oh, ik denk waarom kan ik hem niet vinden. Ik was natuurlijk pas aan het opruimen. En toen vond ik E.T.
En toen dacht ik, oh, die wil ik met Sarah kijken. En dat kan ook, want Sarah, je kan heel goed lezen met de ondertiteling. Dus ik kan die film ook gewoon nu al kijken. En dat vind ik echt geweldig. Ik heb hem zo lang niet gezien, maar dit is gewoon een film die je gezien moet hebben. Zo. Kan ik jou aan het geluid weten? Ja. Ik schrik gewoon. Ik schrok er echt van. En ik heb al iets genomen. Ja, en we hebben lekker Nibbit. Kijk, oh, we gaan echt even een gezellige verwenmiddag houden. Oh, die camera staat trouwens echt hoog. Lekker hè? En Nibbits kan je altijd zo gek eten. Hè? Dat is zo leuk daaraan. En die kan je zo. De titel is wel op het Nederlands, want anders ga je het niet volgen natuurlijk. En je kan ook wel zien aan de film dat hij heel oud is, maar dat maakt het eigenlijk juist wel leuk, hè? Ja. En jij bent helemaal alleen maar nieuwe films gewend. Dus dat maakt het denk ik extra leuk. Dan gaan we zo vertellen. Kijk, dat is echt van die team met die vingers. Gaan we hem dadelijk vertellen hoe je hem vond? Ja. Oké. We hebben net de film gekeken en Sarah vond hem helemaal geweldig. Alleen die werd een beetje geëmotioneerd aan het einde van de film. Dus ik mocht niet meer van de vloggen. Dus we hebben gewoon eigenlijk heel gezellig daarna nog zitten kletsen. En daardoor kwamen we echt wel weer in een goed gesprek. En ik hou zo van die moeder-dochtergesprekjes. En toen gegeten en toen was het eigenlijk al wat later. Dus Sarah is naar bed. Marco is weer laat natuurlijk. Als het goed is hij morgenavond wel, maar niks is zeker. Dat weten we waarschijnlijk pas vanavond. Dus ik ga in ieder geval even editen. Dan heb ik dat vast gedaan. En ja, dan kijk ik even. Mijn moment alleen was weer van korte duur. Marco kwam eigenlijk vrijwel gelijk daarna weer binnen. Toen ging de douchen. Ze zaten op de bank, toen kreeg ik een app van een buurvrouw. Ze zijn natuurlijk met de weg bezig. En afgelopen nacht en deze nacht is het asfalteren. Maar het weer is natuurlijk heel erg omgeslagen. En het regent echt superveel. Dus ze gaan het niet uitstellen. Ze gaan wel verder vannacht. Dus ze gaan asfalteren. Alleen ze zouden om 6 uur 's ochtends klaar moeten zijn. En met de regen gaat het langzamer. Dus ze weten niet hoe laat ze klaar zijn. Dus het kan enkele uren uitlopen. Maar ja, dan kan je er dus niet met de auto uit. Dus Marco is nu de auto ergens anders aan het zetten. Alleen de buurvrouw appte dus ook al welke straten dus allemaal al helemaal vol staan. Omdat er natuurlijk echt heel veel gebied er dan niet uit kan. Dus we hebben net wel nog even een paar plekken verzonnen waar hij het kan proberen. Maar ik ben benieuwd of hoe lang hij terug is en of hij nog ergens plek kan vinden. En normaal zou het natuurlijk geen probleem zijn, want dan zouden ze om 6 uur 's ochtends klaar zijn. Nou, dan hoeft hij nog niet weg te zijn. Zou het dan een uurtje uitlopen? Ook niet. Maar ja, als het 4 uur uitloopt of zo, dan heeft hij dus wel een probleem. En ik moet met de fiets, dus ik kan er sowieso wel komen. Maar je mag er dus met de fiets wel op stukjes oversteken. Oh, wat gedoe weer. Nou, het is gelukt met de auto. Hij heeft eigenlijk onze eerste keuze. Daar kon hij hem gelijk zetten. Dat is voor heel veel mensen hier in de buurt niet voordelig, maar voor ons wel. Dus dat is echt top. En we hebben nog een heel klein stukje tv gekeken. En toen is Mark gaan slapen. Ik had me tegengezet. Dus die drink nog even op. Voordat ik zo ook naar boven ga. En nu ga ik lekker naar mijn bedje toe. En wederom gewoon op tijd. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet dan ook niet op abonneren onder te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!